De nieuwste smurfen van de bioscoopfilm die net uitkomt. Roelof Enk heeft ze natuurlijk al. Hij zet ze in het speciale kamertje dat hij heeft gehuurd voor zijn verzameling. Toen ik 6 was, ben ik ermee begonnen. Het begint heel onschuldig, rommelmarkt aflopen. Je krijgt er eentje meer en nog eentje bij. En voordat je het weet, is het zo groot als hier. Zijn favoriet? De lol smurf. Die hebben hem in een pakje aan. Met bloemetjes en het cadeautje. Het is altijd verrassing wat erin zit. Meestal een bommetje. En toch trappen de smurven er iedere keer in. En hier lacht hij nadat hij de grap gemaakt heeft. En zo zijn er van heel veel smurven heel veel soorten. En dat maakt verzamelen extra leuk. Al gaat het ook wel eens mis. Dus ik had hele unieke smurven besteld. Alleen ik kreeg wat anders geleverd. In plaats van 2 mooie smurven van €150... kreeg ik deze brief. En er zat een onderbroek in. Een vieze onderbroek van een Italiaan. En er stond een briefje bij. Er stond bedankt voor de smurven. Die hou ik zelf. Als dank krijg ik mijn vieze onderbroek. Dus ik ben opgelicht. Dat gebeurt helaas ook. Toch heeft Roelof van zijn hobby maar mooi zijn beroep weten te maken. Via zijn webshop verkoopt hij smurfenartikelen over de hele wereld, waar grif geld voor wordt betaald. Wat dacht je van dit smurfendorp? €895. Ja, kost een hoop smurven. Een hoop euro's. Wat is nou zeg maar de aantrekkingskracht van die smurfen? Vredelievendheid, denk ik. Ze doen geen mug kwaad. Tenminste, af en toe hebben ze een beetje strijd onderling. Maar voor de rest is het gewoon een vredelievend volkje. En je hebt er heel veel van te sparen. Dus ik denk, mensen, als ze eenmaal het smurfenvirus te pakken hebben, dan kom je er niet meer vanaf. Deze kan naar Italië.